Hoi, ik ben Julia. Ik heb al 2 jaar achter de rug zitten op de Rooi Pannen en studeer nu aan BUAS. Leuk dat jij ook interesse hebt in het MBO-HBO traject voor havisten. Bij Leisure and Events is alles gericht op de beleving en daarom is onze campus ook zo gaaf ingericht. Kijk, dit is Ocean. Valt niet te missen toch, met zo'n muurschildering? En hier dan, daar gaat je brein toch zeker van bubbelen. Zo hebben we veel inspirerende plekken op de campus waar we bij elkaar kunnen komen om te werken aan onze opdrachten. De opdrachten komen vanuit bedrijven in de leisure-industrie. Heel bijzonder om voor een Ahoy of Efteling te mogen werken. Handig ook, want zo bouw je tijdens je studie al een prachtig netwerk op. En hetgeen wat ik op de Rooi Pannen heb geleerd, komt nu heel goed van pas. In de afgelopen 2 jaar op het MBO heb ik veel geleerd over het organiseren van evenementen, het bereiken van je doelgroep, het onderzoeken van je doelgroep en marketingtechnieken. Beter, want zonder deze skills kan je geen successen boeken in de leisure-wereld. Veel docenten van BUAS werken ook in het werkveld. Zo hebben we bijvoorbeeld een docent die een eigen bedrijf heeft dat helpt bij de organisatie van het Technofestival Toffler in Rotterdam. Tijdens een fieldtrip hebben we een kijkje kunnen nemen bij de opbouw van het festival. En dan zie je pas echt wat daar allemaal voor nodig is. Ik heb gekozen voor de specialisatie Leisure, maar er zijn nu nog veel meer specialisaties. Een vriend van mij doet Attractions en Theme Park Management en gaat stage lopen in Disney World Orlando. Andere specialisaties zijn Social Innovation, Sports en E-sports, Events for Business en Urban Life and Placemaking. Zo zijn er heel veel specialisaties, maar als ik dat allemaal moet vertellen wordt deze video een beetje langdradig. Dus kijk vooral op de site om te weten wat het inhoudt. Ik had het net over Disney World Orlando. Super gaaf toch? Maar je kan ook dichter bij huis blijven als je wil. Ik ken iemand die stage heeft gelopen bij het Parktheater in Eindhoven en heeft er een superleuke baan aan overgehouden. Dichtbij of ver weg, Nederlands of Engels, gespecialiseerd of verbreed, jij kan hier doen wat jij wil. Zelf ga ik stage lopen bij Make-A-Wish Nederland en daarna een half jaar op exchange naar Barcelona. Ik wil je nog iets anders laten zien. In dit gebouw hebben we namelijk ook een sportsbar, of course. En hier is een multifunctionele ruimte ingericht. Hier kun je met je vrienden chillen of een spelletje doen. En buiten kunnen de echte sportliefhebbers een balletje trappen. En dit is wat ik je ook nog even wil laten zien. De Performatory. Deze ruimte in het Frontiergebouw is speciaal voor studenten die de specialisatie Social Innovation volgen. Ze werken hier samen met docenten en professionals uit het werkveld aan maatschappelijke projecten. Het leuke aan de campus van BUAS is dat je telkens op een andere plek bent. Voor je les, je projectgroep of wat je ook moet doen. Je moet natuurlijk niks, maar als ik jou was, zou ik me even verdiepen in het MBO-HBO-traject van de Rooi Pannen en BUAS. Het heeft mij al heel erg veel gebracht.